Het ministerie van LVV is vanmorgen een vierdaagse training reismanagement gestart. Dit is een van de activiteiten van de trilaterale projecten tussen Suriname, Brazilië en Nieuw-Zeeland, die de verbetering van de rijstverbouwing in Suriname ondersteunen. Voor Silva de Oliveira, vertegenwoordiger van de Braziliaanse ambassade, is het de eer te participeren in de openingsceremonie. Hij is ook blij om er getuige van te zijn dat de technische samenwerking tussen Brazilië en Suriname goed loopt. De Oliveira is er daarom trots op dat de relatie tussen de twee landen gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en een ontwikkelingssamenwerking. And we have common challenge to address. Support to the improvement of upland rice cultivation in Suriname. Rice. Very important product that you have here, a very important product that we have in Brazil. And this project is, of course, a very noble and effective way to enhance the quality of life of the population in Suriname. The project aims at conducting local research in order to promote a significant increase in productivity and income for small farmers, especially, but not only, in the Maroon communities. So I'd like to congratulate the Surinamese and Brazilian specialists for their work, and welcome to Suriname. We have a specialist that's first time in Suriname, right? And we still have a lot to do. Minister Suresh Algo van LVV, die de training opende, zegt dat voedselveiligheid hoog op de agenda van de regering staat. Het is volgens hem een deel van de bevoegdheid van het ministerie en zonder de ondersteuning van deze partners zou het project niet mogelijk zijn. Algo gaat nader in op de activiteiten van dit project. During the first phase, experiment trials were carried out in Victoria with three Surinamese varieties, Watralanti, Topitopi en Kuli Alesi. And with four Brazilian variety, Esmeralda, Sertaneja, Pepita, and Coringa. With assistance of the Brazilian's technical experts, data was collected, and it gives me great pleasure to say that especially the rice varieties, Esmeralda and Sertaneja, have shown promising results, with yields of approximately 3 tons per hectare. In the second phase, demonstration plots were set up in Brocopondo Center and Achoni, where we made sure to involve the local communities during the whole process from cultivation onwards, because they will not only be the first beneficiaries, but will also be responsible for the sustainable continuation of this project. Tot zover Suresh Algu, minister van LVV. Hij sprak tijdens de opening van de vierdaagse training reismanagement van het ministerie. Deze training is onderdeel van het trilaterale project tussen Suriname, Brazilië en Nieuw-Zeeland.